thee van in de vlog. Dat was wel echt cool, maar dat is dan jammer. We zitten dus lekker op een bootje. Hallo, het jochie. Nou, dat kunnen we nog wel leuk in deze video vinden. Hey, maar, wat hoop jij dat het gaat worden? Het is een Stefan vlog. Het is echt een Stefan vlog. Stefan, ben je toch geinig? Ik keihard huilen. Nou, ik ga bijna weer maar... Auw. Ja, sorry, dan moet ik soms even mijn liefde. Goedemorgen lieve mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ja, ik ben toch weer een partijtje brak, joh. Nou, ik ben meer gewoon nog heel erg moe. Sorry hoor. Leuk dat jullie weer kijken. En ik wil gelijk even zeggen, dankjewel voor alle lieve berichtjes op mijn vorige video. Ik kreeg heel veel DM's en heel veel berichten onder mijn video. En ik reageer er niet op, want ik reageer er even zo op. Dus heel erg bedankt. Dat geeft mij weer een heel zelfverzekerd gevoel. Ik ga eventjes chillen. Over een uurtje staat Stevie hier voor de deur. Want we gaan een video maken voor zijn YouTube kanaal. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dat is de planning. Ik had gisteren een hele leuke verjaardag. Lekker de hele dag aan de wijn gezeten. Dus ja, nog even een beetje wakker worden. Maar ik neem dat jullie... Sorry. Ik neem jullie natuurlijk weer de hele week gezellig mee. Daar heb ik zin in. Zo, ik heb het heel even zwaar hoor. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb eindelijk mijn Stone Island trui weer aan. Stone Island vriend. Want die was naar de stoomrij. In ieder geval, ik ga eventjes mijn jas en zo aantrekken. En dan wachten op Stevie. Hey, what's up? We hebben allebei groen aan. Yeah, adventure kleur. Yes, we're going on a fucking adventure. Ja, yeah. We gaan dus een leuke video opnemen voor Steven. Mag ik zeggen wat we gaan doen? Zeker. We gaan naar enge Google Maps plekken. En die gaan we onderzoeken. Ook pas net een half dat... Ik dacht dat we gewoon naar Google Maps plekken gingen, maar... Wat zijn Google Maps plekken? Ja, weet ik veel. Alles ik is een Google Maps plek. Ik dacht gewoon van die gekke dingen gewoon, van die grappige dingen. Nu moet het weer gewoon helemaal zo beangstigend. Nou, ik weet niet of het heel eng wordt of zo. Dat mysterieus, laten we daar maar. Dat gaan we vandaag doen. Heb je de mensen al verteld dat je brak bent? Ja, maar ik ben niet echt brak. Ik ben meer gewoon een beetje wazig, zeg maar, dat. Ja, snap ik. Weet je nog dat je mij vandaag gebeld hebt? Ja, ik weet alleen niet meer wat ik heb gezegd. Ik heb het een beetje gefilmd. Wat? Een beetje gefilmd. Ja. Ging je ook bellen terwijl ik ging plassen? Nou, dat kunnen we nog wel leuk in deze video knippen, een klein stukje. Maar Jul. Ja? In hoeverre denk jij dat je morgen brak bent? Nou, het valt denk ik wel mee. Ja? Nee, het valt niet mee. Ik ben echt zo dronken, Steve. Maar ik wil ons ook gewoon even nu bij jou chillen. Waar ben je dan? In de taxi. Ja, maar jij nog in Helmond of zo? Of zeg maar, ben je bijna thuis? Helmond? Daar zijn we nooit geweest, hè? Eeuw, ik zie alleen jouw tanden op dit beeld. Dit is al geel. Wat? Je hebt me nog een keer gebeld, echt om 2:00 s'nachts of zo trouwens. Dat zag ik vanochtend. En toen sliep ik al. Ik wilde gewoon gezellig met je bellen. Ja, maar je had me al gebeld. Ja, nou en? En om 2:00, ja, dan lag ik tot de pit hoor. Nou en? Goed. Dat dus. Ik heb even geluk, want de volgende locatie... Hoe lang die boot hoor? Gaat heel lang. Maar goed, we zitten dus lekker op een bootje. Heerlijk weer. Nou, we zijn klaar. Ja. Yeah. En we zitten nu in de car terug naar huis. En ik heb denk ik jaren geleden dit pas meegemaakt, maar mijn mobiel is gewoon uitgevonden. Hoe lang geleden is dat bij jou gebeurd? Nou, dat gebeurt me wel eens, maar inderdaad niet zo vaak meer. Maar ik heb iPhone 15, weet je. Mijn kabel, die past niet bij jou. Get on my level, joh. Wel zo irritant, dan mag ik een nieuwe telefoon, maar dat staat dan in augustus. En dan bel ik en dan mag ik het niet nu al. Echt pas in augustus. Dat had u echt niet verwacht. En dan ga ik nu naar huis. Ik ga gewoon stevig zijn met thuis af. Dan ga ik even bedenken wat ik met eten ga... Nou, dat doe je gewoon. Dan ga ik even bedenken wat ik ga doen met eten. Vanavond vroeg het mandje in. Nou, dat is... Zo, ik ben thuis. En ik heb een lekker currytje besteld. En ik heb zo fucking veel honger. Oh mijn god. Dus dat is over 1 minuut. Ik zit naar mijn lievelingsserie Six Feet Under te kijken. En ik moet nog maar een paar afleveringen. Ik vind het zo erg. Ik kijk dit altijd al de afgelopen periode. En ik zit er gewoon helemaal in. En dan is het straks klaar. Maar goed. Aan al het moois komt een eind. Behalve aan mij en Jelle. Dat is forever. En dan ga ik even een beetje opruimen hier later op deze avond. Want het is echt weer een fucking dikke troep zoals altijd. Ja, dat. Lieve mensen, ik ga lekker slapen. Ik moet morgen best wel vroeg naar Tony Media voor de podcast. Dus ik ga morgen niet sporten, maar woensdag weer gezellig met Lau. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, lieve mensen. Dit is mijn outfit. Ik heb dus nieuwe schoenen van Gucci gekocht. En ik ben echt... fucking erg in love. In ieder geval, ik heb nu podcastopnames en ik ben alweer een beetje te laat.
Maar het wordt dus opeens 28 graden. Dat soort dingen kan ik niet mee omgaan. Dus ik hoop dat mijn outfit leuk genoeg is en bloot genoeg voor de warmte. Ik ga even opschieten. Ik zie jullie bij Tony Media. Tony Media. Oké, okay, nou, we zijn op bij de podcast. Maar ik wil dus even zeggen, ik heb dus nu van die... Wat een licht, joh. Van die eiwitlimonade. Nou, het bevalt me best goed. Oh, you got eiwitlimonade? Yes. Lang niet gezien. Lang niet gezien. We hebben gisteren een dag maar leven, joh. Toch, joh? Ja, ik heb nog een jaar over. Ja, ik ook. Toch, joh? Ja, ik heb nog een muggen op de jaar over. Ja, ik ook. Nou, we gaan hier nog even wat podcastjes opnemen. Het is dus heel warm buiten. Dat kan zijn. Jullie eigenlijk heeft gewoon een normale broek gekocht en die afgeknipt. Zo'n Stefan grap ook. Oh, wat een grap, hè, Stefan. Wat ben je toch geinig, hè? Dit is geen grap. Dit is echt waar. Hallo mensen. Wacht, ik zet jullie heel even neer. Ik was even boodschappen doen en weet ik het allemaal. En ik moet nog voor ontbijt. Dus ik heb lekker een salade besteld bij Sla. In ieder geval, ik was dus nog aan het vertellen. Maar ik heb dus sinds vandaag die eiwitlimonade. Waardoor ik gewoon de hele dag vol zit. Nou, dat gevoel heb ik dus echt. Ik ga nu ook eten, maar ik heb nog helemaal niet zo'n honger. Maar goed, het zal wel niet super, super, super gezond zijn. Maar je hebt daardoor wel een vol gevoel. Nou, ik ga dit even eten. En dan ga ik even chillen. Ik moet vandaag ook mijn belastingaangifte doen. Nou ja, niet de aangifte, maar in ieder geval even mijn bonnen en zo allemaal inleveren. Dus het is een hele fun day. De podcast die we gingen opnemen, die was echt super grappig. Dus ik denk dat dat echt een leuke aflevering is om te luisteren. Nou, ik ga dit even chappen. Oh! Nou, dat is. Het is echt zo hard aan het regenen. Kijk dan. Het is gewoon helemaal donker buiten. Ik ga nog even snel mijn kussen onder de afdakje leggen. Jezus, joh. Kijk dan, man. Wel goed voor mijn tuin, denk ik dan altijd maar. Holy shit. En het gaat ook om weer. Dus ik ga snel naar binnen, want ik vind dat altijd eng. Lieve mensen, ik heb dus eventjes opgeruimd. En ik heb mijn aangifte gedaan. En ik ga nu eten maken. En ik heb dus ook mijn serie gekeken. Six Feet Under. Nou, en ik ben dus bijna klaar. En ik kan er dus echt gewoon oprecht bijna van janken. Ik moest ook janken. Er gebeuren gewoon zulke zielige dingen in die serie. Oké, ik ga er gewoon een pasta maken. Met tomaat, courgette, vega, gehaktballetjes, een uitje. En kom maar op. Oh jeetje, joh. Helemaal tekeer buiten. Nu ik het hier heb opgeruimd, dat voelt altijd zo goed. En dan weet ik ook dat Jelle mij echt houdt van mij als hij thuis komt. Ik weet dat hij dat sowieso doet, maar nu al helemaal. Oh mensen, volgende week ga ik dus naar Mallorca. Hoe fucking chill is dat? En weet je wat dan ook chill is? Dan komen er weer vakantievideo's. Ik weet dat sommige mensen mijn vakantievideo's gewoon ontzettend leuk vinden. Oh, ik werd dus laatst getagd bij iemand. Dat je altijd zo'n random personen hebben die opeens gaan zingen. Terwijl ze aan het praten zijn. Ja, daar werd ik dus in getagd. Maar ik baalde daar een beetje van. Want ik wil dat persoon dus echt gewoon niet zijn. Ik weet dat ik het gisteren heb gezegd. Maar nogmaals, dank voor al jullie fucking lieve reacties gisteren echt. Ik werd er helemaal eenmaal van. En dan doe ik dus op een goede manier. Omdat ik gewoon merkte dat jullie allemaal zo met mij meeleven. Met dat sporten en dingen. Ja, dat vind ik gewoon echt ontzettend lief om te lezen. Ik krijg echt zoveel berichtjes van meiden. Die zeggen van, het is zo lekker een opluchting om naar jou te kijken. Want je bent gewoon lekker jezelf. Nou, en daar doe ik het al voor. Maar deze week voel ik me al veel beter. Ben ook weer echt op mijn eten aan het letten. En op mijn drinken. Dus dat voelt sowieso wel even chill. Ik kan ook niet zo goed praten en weer tegelijkertijd. Dus ik vond het zo lekker. Als ik aan het koken ben, kan dan rustig. Maar ja, dat is... Zo, ik heb mijn eten gemaakt. En ik ga nu eventjes chillen weer. Ik moet straks nog even mijn kleren opvouwen. Lieve mensen, ik heb dus eventjes opgeruimd. Ik zeg dan ik heb opgeruimd, maar opgeruimd wat ik heb gedaan. Is letterlijk mijn kleren op het bed gelegd die allemaal in de woonkamer lagen. Maar goed. Waarom ben ik altijd de stofverlening kwijt? Want ik wil dat persoon dus echt gewoon niet zijn. Oké, dat ga ik even doen. Lieve mensen, oh mijn god. Ik heb mezelf maar even niet gefilmd, maar ik moest zo keihard huilen. Nou, ik ga bijna weer, maar het is niet omdat ik me weer lelijk voel of zo. Maar het is omdat ik mijn lievelingsserie heb afgekeken. Nou, ik heb echt de afgelopen maanden alleen maar naar Six Feet Under gekeken. En ik vind het gewoon, dan word ik gewoon eenmaal, omdat ik gewoon zo erg vind dat dat voorbij is. Ja.
Je gaat gewoon helemaal meeleven met die karakters in die serie, man. Goed, ik ga maar lekker slapen en ook genieten van deze serie. Als je nog een aanrader wil, ga dat eens kijken. Ik ga in ieder geval slapen, want ik ga morgenochtend sporten met Lau. En dat is natuurlijk weer om 8 uur. Wat is dit hier voor? Moet ik mijn camera schoonmaken? Of is het gewoon ik had gewoon een gore camera. Maar ik ga morgen lekker weer sporten met Lau om 8 uur, dus ik ga even lekker fit. Ik zie jullie morgen, mijn lieve mensen. Zo, goedemorgen mensen. Ik moet weer haasten, zoals al fucking tijd. Maar ik heb wel echt heel goed geslapen. Dus ik ga nu even een beetje opschieten en dan zie ik jullie wel aan. Nou mensen, waar ik vorige week nou zo nog moest huilen bijna, of nou half huilen, dat ik niet goed in mijn vel zat. En heb ik 2 weken goed opgelet. En ik ben gelijk 2 kilo afgevallen. Zeker, ik heb je even een schop onder je kont moeten geven. Lau heeft even moeten zeggen dat ik gewoon het moest doen. Ja, je ziet het, je hebt gedaan binnen 2 weken. Nou, en wat fijn is dus dat ik het dus weer heb opgepakt. Ja, en je zit nu gewoon weer in de flow, in de routine. En soms heeft het even tijd nodig om er weer in te komen. Het kan niet altijd zo gaan, het gaat altijd zo. Ja. En nu is het belangrijk dat je dat gaat doorzetten. En je zult natuurlijk weer momenten krijgen dat je even een down momentje hebt. Maar dan ben ik er natuurlijk weer om heen te prikken. En dat werkt wel echt als je iemand hebt die goed helpt. En het kost misschien wel geld, maar dat investeer je wel in jezelf. Ik zeg altijd, de beste investering die je kan doen is in jezelf. Je hebt maar 1 lichaam, gezondheid is nummer 1. Het gaat altijd om de intensiteit van trainen. Ik zeg ook altijd tegen, ja, ik kan je ook binnen een kwartier trainen. Ja. Dan ga je denk ik kotsen wel hoor. Maar Het gaat altijd om de intensiteit van de training. Ja, en ik ken ook, ik denk dat als Bo dit ziet, mijn zusje die wil denk ik echt wel een keertje meedoen. Bo, bij deze, ja. Je bent van harte uitgenodigd. Maar ik moet je wel vertellen, weet wat je zegt, als je mee komt doen, gaan we volle bak. Daarom. Hallo mensen, ik ben thuis en ik heb zo'n honger. Maar ik moet nog even wachten en dan mag ik lekker eten. En dan moet ik vandaag lekker naar Skintastic, maar daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Lekker mijn huidje en vanavond speelt Nederland-Engeland. En dan gaan we in de kroeg kijken. Ik ben zo benieuwd of ze gaan winnen of niet. Ik hoop het natuurlijk wel. Ik loop hier in Purmerend en ik wil maar weg naar Skintastic, maar ik ben al een beetje te laat. Ik heb een veel te warm aangekleed, maar goed. Het is een hele korte wandel. Tot zo. Oa. Oh. Eigenlijk omhoog zo, ja. Hi. Nou, we liggen er weer hoor mensen. Nog de laatste keer voor de vakantie. Zo lekker. Ja. Ik ben weer thuis. Ja, dat is super blij mee te zien. Helemaal. Ah, mafkees, man. Mensen zijn er niet goed in hoofd. Ik ben in ieder geval, heb ik even lekker een soort van laat lunchje gemaakt. Want ik had vandaag niet echt tijd om te lunchen. Maar ik heb dus een tonijnsaladetje gemaakt. En dat ga ik dan met van die luukrekkertjes eten. Lekker en gewoon. Lekker. Luukrekker. Wat? Lekker. Leukrekker. Heb jij gemist, schat, als ik je zo zie? Wij gaan even andere dingen doen die niet voor de camera bestemd zijn. Oh wel, maar dat is 18 plus. Yeah. Zo mensen, ik heb me ready gemaakt voor de Red Stripe tonight. Ik lijk wel een boeren girl. Maar ik heb zo'n ding om en dan met een witte tanktop en oranje sokken. En mijn nieuwe Gucci loafers, bitch. We hebben gegeten, het was gewoon een soepje met tosti heb ik gemaakt. Jij had een pastaatje voor zichzelf gemaakt. Trouwens, jij had ook mijn soepje gemaakt. En wij gaan nu naar Costa fietsen, want daar gaan we voetbal kijken. Dus ik ben helemaal benieuwd en ik ben ook best wel zenuwachtig. Ik wilde eigenlijk niet drinken gaan vanavond. Maar goed, misschien dat ik toch van gedachten verander als ik daar zit. Ik denk dat de kans groot is. Dus dan ga ik mezelf ook niet kwalijk nemen. Nederland staat in de halve finale, dat is al 100 jaar niet gebeurd. Oké! Okay. Tot zo! Nou mensen, we hebben het gehaald. Mijn moeder en Ed, Jelle en Ari. Daar is een scherm. En we zijn nog aan het wachten op Suus. Toi, toi, toi. Maar als zij kijken, dan weten ze al of we door zijn of niet. Wat vond jij dat het gaat worden? 2-1 Nederland. Ik moet iets anders doen. Ik denk dan 2-1. Mama zei dat ze verkleed is als boomer. Ja. Als je nou een boomer bent. Wat zijn jij zelf?
dan ga ik you naakt in de Amstel. Godverdomme, we gaan het gewoon uit. Klote kut. We zijn wel heel trots op Nederland. Maar wel een beetje huilen. Ik ben mijn koptelefoon kwijt. Al een tijdje. Maar dat is ook heel erg. How can I make this about me? Oké, mensen, we gaan lekker slapen. Jel, voel je na de wedstrijd? Nee, ik snap het. Nou, zeg maar, slaap lekker. Good night. Goedemorgen, lieve mensen. Ik heb niet gesport vandaag. Oh, zo, sorry. Jezus, man! Sorry hoor, ik wil even gewoon naar boven doen. Dat jullie gewoon even lekker naar het diep moeten kijken. Zo, hi. Ik wilde dus nog gaan sporten, het is niet gelukt. Ik ga, als het goed is, vanmiddag even... Oh. Hallo. Nou, ik word soms zo gek van dit ding. Nee, niet op die tieten, jongen. Ik ga misschien vanmiddag even wandelen met Tess. En anders ga ik zelf alvast even eerder de deur uit dan nodig. Want ik ga namelijk vanmiddag met de aannemer naar ons nieuwe huis. Voor de verbouwplannen te bespreken. Dan ga ik lopen daar naar heen. Lopen daar heen. Jezus. Ik heb hem nu even klaargemaakt, want ik ga nu naar de... Mijn wenkbrauwen laten doen. Moet ook gebeuren. Ik ga bijna op vakantie. Dus dat vind ik wel altijd optie om daarvoor te doen. Ik ga even zo mijn tanden poetsen. Mijn schoenen aantrekken. En dan ja, dat. Dus ik neem jullie weer lekker mee. Zo, kijk even hoe mooi mijn wenkbrauwen zijn. Love it. Ik had ze dus even helemaal laten uitgroeien, want dan konden we ze lekker zo fluffy en groot maken. Ik ga nu naar huis en ik ga dus vanavond mee naar de FC Creators met Stefan. Volgens mij speelt Sean ook mee. Hij staat er natuurlijk helemaal gezellig. Ik ga even mijn mannen supporten. En ik denk dus dat ik vanmiddag even wat eerder ga wandelen. En nu eerst even langs de appie rijd voor boodschappen te halen. Alright, lieve mensen. Ik ben weer thuis. Ik heb even boodschappen gedaan en ik ga weer een tonijnsalade maken met van die luprekkertjes. Of heb ik gemaakt? Ja, dat eigenlijk. Welkom met Jelty. Jelto. Nu is eventjes van werk terug. Dat we even naar het huis gaan. Ik ga daar natuurlijk niet filmen. Dan weten jullie wel waar ik mee bezig ben. Mensen, jullie verwachten het niet, maar wederom, Stefan in de vlog. Yes. Steve. Ja, maar jij wilde gewoon de hele week zo graag met mij zijn. Klopt. Sterker nog, je hebt mezelf meegevraagd hier naartoe. Het is mijn droomweek. Normaal dring ik mezelf op. Ja, nu wordt het gewoon gezellig als je mee. Ja. Ik ga even lekker kijken naar het voetbalpotje van Stefan. Ja, ik heb echt lang niet gevoetbald. Echt lang. Oh. Echt naar vorige zomer, denk ik. Oh. Misschien kan ik het al niet meer. Maar je ouders zijn er ook, toch? Nee. Zijn jullie er toch niet? Komen niet meer. Hou op. We zijn er. Wat gezellig. Oh, het film je weer mooi. Ga je scoren, Sjan? Tuurlijk. Nou, vorige keer hebben ze me dus op spits gezet. En dat wist ik dus zelf ook niet. Nou, ik heb toen een keer gekeken bij de laatste wensambulance. Ja. Kon jij rennen opeens? Ja, maar als ik aansta, dan sta ik aan. Sjan zegt ook al, waarom wil je niet meedoen? Ja, dat zeg ik ook. Jongens, ik ga hier toch niet zitten voetballen? Zitten voetballen? Moet even warm lopen. Ja, let's go. Nee, jullie moeten mij niet alleen laten. Nee, Sean hoeft helemaal niet in te rennen. Ga jij... Hoezo moet ik niet in rennen? Ja, omdat dat hoef jij niet. Ja, hij is dus echt de old oma vlog aan het doen daar, hè? Ja. Met die camera. Dus, ja, dus, oké, Steve, laten we even... Nee, Sean! Ben je helemaal goed, Sjan? Ja, altijd wel voor dit. Durf je nu te roepen, kom op Stefan. Kom op Stefan! Dat deed je zo ongelooflijk. Je weet, ik heb een ongekend volume. Weet je, dit ga ik ook tegen jou zeggen. En jij gaat dit echt haten dat ik dit zeg. Maar mijn vocal coach, die heeft dus een naam voor mij. Mr. Big Voice. Nee. Ik zei net, ik hoop eigenlijk dat Sjan er niet in komt. Want dan blijft hij lekker gezellig bij mij zitten. Maar dit is vast nou. Ik heb dit het mooiste vastgelegd. Wel chill dat je dit van Frank hebt. Ach, flikker op. Dit zijn Frank dus ook voor. Moet gewoon een soort van herhalen wat we hebben ze dat dan met niet? Laat het stil. Het is warm. Ik ben brak. Zielig. Jongens, zijn het goed, man? En heel groot. Let op, ik heb je afgelast. Laat het, Sjan. Ja. Ging het goed? Oh, ik heb nooit zo goed gespeeld. Ik heb je eigenlijk geen bal aan. Ik heb alleen zin dat ik iemand best... Ik heb twee keer gescoord. Ja. Bij jezelf. Dat was wel je eigen goal, maar dat is dan jammer. Was bij wel, jezelf. Je weet ook inderdaad naar de goede. Mensen, ik zit hier in de auto met de allerleukste Ank. Die zetten wij even af bij het station. Ja, die Ank die ging voor de trein missen. Ja, anders ging ze de trein missen. Dus wij zetten haar even af. Oké, okay, zullen we even uitstappen dan? Ja, doen we. Nou, Ank, knuffel dan. Doe voorzichtig, fijne reis. Dankjewel. Was gezellig je weer te zien, hè? Doe voorzichtig. Doe lieve Ank. Fijne treinreis, hè? Goedemorgen, mensen. Zo, ik heb me echt best wel verslapen, dus ik ben echt kapot, joh.
We doen er nog 10 extra. We doen er nog 10 extra. Voor mij, oké? 9, 10. Nog 10 voor jou, nog 10 voor jou. 19, de laatste 10 voor alle kijkers, voor alle kijkers. Joel, kom, voor alle kijkers, kom, nog een tientje. Ik kom 60 keer dit hier te doen, hè, hoeveel? Mensen. Hoe vaak? 60 keer, man. Hallo mensen, ik ben klaargemaakt, of nou ja, ik heb even snel gedoucht, mijn lichaam gewassen. En ik ga vanmiddag uitgebreid douchen en mijn haar vullen en zo, maar ik moet nu even snel naar kantoor, want ik heb een meeting. En kijk eens wie hier ligt. Het jongetje het van het licht. Het mannetje, mijn schat, die lekker vrij is. Hoe is je? Goed. Heb je zin in onze date? Ja. Dat zo. Jawel, ik heb er wel zin in, maar niet om 8:30. Ik geloof het niet, maar kijk eens joh, het is gewoon een hele week lang. Het is een Stefan-vlog van deze week. Het is echt een Stefan-vlog. We hebben elkaar één dag niet gezien deze week. Nu bijkomen hoor. Ik ga volgende week op vakantie. Oh ja, lekker toch? Hartstikke lekker. Ik ben een beetje moeier hoor. Ik ben ook wel een beetje moe. Ik heb vanochtend gewoon 8 uur gesport ook. Zeker deze blauwe plek. Oh, hoe komt dat? Ik voel niks van. Crazy. Nee, je hebt nooit pijn, nooit geen pijn. Hoi. Hey. Lieve mensen, ik ben thuis. Hier ligt mijn kleine jochie. Hallo, het jochie, het jochie, het jochie, jochie, jochie. Ga je gek doen, Jelto? Ik ben net thuis. Ik heb al de hele dag niks gegeten. Niet te raden wat Julia gaat eten, mensen. Oké, je mag even nog... Geef ze meer keuze. Hoort het aan, mensen. Het welbevaamde krekkertje met huttekees, kipfilet en een beetje salmon. Of wordt het B, tosti met soep. Of wordt het C, mensen. Beter bekend als het ontbijtje. Hoe noem jij het ontbijtje? De bak met stront. Namelijk... De poepbak! Yummy. Nou, sorry, maar ik eet niet gezond. Jij eet alleen maar frikandelbroodjes. Helemaal niet. Jelle die fietsen laatst naar werk. Dan is het dus 10:30 ochtend. Toen fietsen hij langs een McDonald's. Heeft hij gewoon een cheeseburger als ontbijt gegeten. Lieve mensen, dit is allemaal fake nieuws. Nee, dit is niet waar. Fake nieuws. En wat dacht je dan van die McMuffin die jij elke ochtend bestelt? Ik heb dat nog nooit gegeten, joh. Jij bent een McMuffin boy. Helemaal niet, man. Mackie Muffy boy. Ik vind het zo erg lekker met bacon en die andere zooi. En ook nog wat friet erbij. En misschien ook een cheeseburger. Dat vind jij zo lekker. Hier in die kleine buik. Van jou. Kleine, kleine McCroket. Dat je er bent. Je moet naar bed. Run. Auw. Ja, sorry, dan moet ik soms even mijn liefde. Doe even nog gekker. Nee, doe mensen, dan, Jelle die gaan me al het benzine geven. Doe jij even wat geks? Nou, hup, ze die camera uit. Dan kan ik eindelijk gaan. Lieve mensen, time has come. De oma-vlog is voorbij voor deze week. Maar volgende week is er gewoon weer een oma-vlog. En dan op het zonnige Mallorca. Dus ik zie jullie lekker volgende week. Dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie een heerlijke zondag toe. En love jullie. Doei.